Yo, maar spelen we lekker. Goedenavond, dan gaan we verder met Pokémon Fire Red. Vorige keer waren we hier naartoe gelopen, maar hebben we gym. Nee, hebben we eerst de gym liggen verslagen. Toen gingen we naar de bikers die op het eiland 3 stonden. Die hebben we allemaal verslagen. Toen liep ik hier en toen heb ik een fucking max potion aan Charizard gegeven, die maar 4 health points miste. Terwijl Lapras bijna dood was. Die heb ik de hele proef verneukt. Maar ik heb het gefixt door Lapras te vermoorden en hem een revive te geven, dat hij voor de helft weer leven had. En daarna met Freshwater nog 40 erbij gedaan. Dat. Dan gaan we nu met het kleine kindje praten. De muziek moet even aan. Zo. Ja, zo. Hè? Moeten we het kindje praten. En dan krijgen we hier een hypno. Een hypno die ons aan gaat vallen. Level 10. Dat lijkt mij niet al te moeilijk om te verslaan. Ik moet wel voor zekerheid even Spirit Song. We hebben namelijk sowieso al dood. We hebben gegarandeerd gewonnen. En ja, dat is chill. Dat is gewoon chill. Dat is tegen één Pokémon eerst, dan kan je hem niet switchen. Dus ja, dan hebben we gegarandeerd gewonnen. Dus daar doen we in één keer een of zwaar overpowered attack. Maar die mij vermoord, dan hebben we dat gelijk gefixt. Even Pokémon switchen. Het zal anders ook nog getraind moeten worden. Ah, oh, Queen kan ook wel. Queen kan wel. Zero bam. Neer. Zo fucking simpel is het. Zo simpel is het. Oh, 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 oh. Ja, ja, berries. Zo, bla bla bla. Dan hebben we dat gefixt. Dan hebben we die één hypno verjagen. Dan gaan we nu naar het eerste eiland. We hebben heel veel kut verhaal. Wat niemand iets boeit, ja. Als een klein beetje iets boeit, oké, kan ik opgrijpen. La, precies working, bla. Wacht, wat? Swerve taking up so much. Oh, ik dacht, je ziet precies working. I've got a few things to show. See you here. So can you go on? Oké, dan moet ik nog iets doen. Dan kan ik nou weer weg. Niet vergeten. Nee, dan gaan we naar het tweede eiland, denk ik. We moeten er nog meer doen om hier weg te kunnen. Ik weet het niet. We gaan gewoon nog een keertje hier kijken. Met hun praten. Oh. Ja. Ja, mooi toch? Oké. Dan hebben we waarschijnlijk die shizzle die we dan hem moeten geven. Want dan zit het na gefixt. Zou ik zeggen, dat zou ik in ieder geval zeggen. Ik ga even kijken, is dit wat er is gefixt? Ja, dat is dan anders. Lala, het is gefixt. Yo. En bam, we zijn hier weer terug. Dat was simpel als dat. We kunnen elke tijd dat we naar de eilandjes. Wil misschien nog een keer even mijn rug uitstrekken. Voor de YOLO swag. Ik wil sowieso nog een keer, of sowieso een keertje. Misschien nog wel een keertje. Een collector's edition hiervan maken. Zodat ik alle legendarische of misschien zelfs alle Pokémon ga proberen te verkrijgen. Dus ja, dat lijkt me chill om te doen. Ja, laten we daar maar gewoon voor gaan. PC, Pokémon Center. Niet personal computer, nee, Pokémon Center. Hoor. Bam, bam, padapam. Bam, bam, padapam. Mooi deuntje is dat ook. Zeker te weten. Wils PC, Move Pokémon. Pakken we gekketje, de lingemingen. Kling, 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 ping, 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 ming, ming, ming. Die pakken we. Die plaatsen we daar. Weg. Pokémon. Kekkertje ding, blink, klink, ding. Gaan wij naar deze stad toe. En dan gaan we hier naar boven. En dan gaan we hier om naar rechts en naar boven. En dan klikken we hier op A. Nog een keer op A. Maar voor mij is dat 1. Want ja, ik heb geen echte... Ja, ik heb wel een echte ding, maar je kan dat niet op opnemen. Dus dan moet je eenmaal later je gebruiken om het op te kunnen nemen. Vandaar die fiets.
En tjurlurlur pingping, zet ik daar weer neer. Gaan we hierboven. Dan pakken we een fietsje, want dat is cool. En dan gaan we zo. Dan gaan we hier fucking gymleader slaan. En ik weet hoe dit moet. Wat je doet is je gaat... Oh, kut. Nee, ik liep een stapje te ver. Deze hoef je helemaal niet te verslaan. Dit heb je helemaal nergens nodig. Echt wel fucking veel Pokémon. Ik weet niet wat voor type gym dit is, maar ik weet niet wat type dit is. Is dat slecht? Zeker te weten. Het is gewoon een slash, kut aanval. It's super effective. Hyper Potion. Of course Hyper Potion. Why not? Ja, dit wordt leuk. Hey, nog drie andere. Of zelfs vier andere. Wat dit wordt echt gezellig hoor. Zet je twee dat gezellig. Godsamme, nu is dit ook echt kut aan of slecht aan. Oh, super effect. Laat maar zitten, dit is super effect. Hé. Mijn Marowak. Nee. Hop. Zo. Dood. Critical hit. Maar gaat niet dood. Pak jou. Hij is wel dood. En dan gaan we nog een keertje. Doen zo. Rust job. Dat's. Dood. Nice. Ik wist dat het zo effectief was, hé. Hartstikke chill dat het zo effectief is. Graveler? Nee, die hebben we al gehad. Zo. Rust job. Ram. Used. Waarom deed ik niks? Wat is dit voor nonsensos? Dit vind ik onacceptabel, hé. 7. Is dit echt cool shizzle? Ik zei dat 50 van deze chimneys. Niks aan gedaan, maar dat maakt niet uit. Het doet geen effect. Sonic boom. Dood. Nice. Dan hebben we die verslagen. En dan hebben we... Oh, god! Samen. Echt minder snel gaan. En dan heb ik weer een andere kut aap die ik moet slaan. Waar ik helemaal geen zin in heb. Maar dat moet dan weer wel. Want ik sta in het fucking in voor hem. Ja, weet je. Dit is helemaal niet nodig om de gym leader te halen. Ik weet precies wat ik moet doen. Ik heb al 2 mensen onnodig vermoord. Maar ik stond voor zich weg. Dus dan moest ik wel, hè. Godsamme, dat vind ik echt vreselijk dat ik het moet doen nou. Flamethrowers voor mij wel iets coolie-oolies, wat goed. Redelijk goede attack. Ja, oké, level 39. Deze gast, en die gast die links bovenin zag, die moest je hebben, want anders loopt hij naar beneden en dan kan je zo meteen er boven langs lopen. Op die fiets. Nou, laten we gaan voor Winger. Oké, dat is niet heel effectief. Dan gaan we voor een Flamethrower. Ja, dat is wel effectief. Kijk, dat is hartstikke mooi. Rhyhorn? Nee, dank u. Nee, dank u. Oh. Marowak. Ook al eentje neergehaald is niet zo bijzonder om neer te halen. De wing attack kan nog wel weer. Oh gods. Godzijdank. Die hebben wij weer, hè. Bina. Zo. Ach, kut. Kut hoeft mij bij. Is dat voor nonsens? Queen. YOLO waterpolo. En we zijn dood. We zijn er geweest, man. Oh man. Dan hebben we Sparkle voor je erin. Weet je waarom ook. Jongens. Zo overleef ik het nog nooit. Doesn't affect Nido Queen. Jongens. Dit gaat hem zo niet worden. Hyper Beam. Bam. Misschien een beter idee.
Giga Drain. Giga Drain. Oké, dat lijkt me wel een goeie. Ik ga hem nog een keer pakken proberen. Totdat we of wij of de zij dood is. Hopelijk zij. Ja, die is dood. Nice. Nice. Als die mensen die hier voor staan al moeite verslagen krijgen. Hoe de fuck moet ik dan doen met de gymleader? Ik overigens wel weet wie het is, maar dat kan ik nog niet vertellen. Want ja, niemand heeft het spel nog nooit gespeeld. Niemand heeft het spel nog nooit gespeeld. What the fuck? What the fuck, Jeroen? Logica. Logica. Goed, gaan we nu rustig lopen. Rustig lopen waar naartoe. Ja, trouwens, dat maakt al meer uit. YOLO, we hebben toch al de eerste twee verslagen. Hoezo? En ja, je moet je even kijken, rechts naast hem staat het gele blokje, daar kun je gewoon overheen lopen. Daaronder is een streepje. Ik kan gewoon van boven er langs lopen over dat gele blokje. Dus daarom doe je zo. Dan gaat hij naar beneden. Dan kan je er boven over het gele blokje lopen, anders dan staat hij in de weg. Hey. Is er over nagedacht? Zeker te weten. Ice Beam. Dat is niet een goede attack. Surf dan maar. Ook niet echt heel goed. What the fuck? Is dood? God Sam, hey. Fuck. I didn't see that one coming. Bam. Sterven. Gewoon die andere, die ik heb ik geen plan. Andere mensen dood. 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 Ja, die is verslagen. Hartstikke mooi, ik ga toch nog wel een keer. Toch? Nee, daar heb ik nou niks aan, want dan moet ik het weer op zoek. Plekje te staan. Hello, here we go. Gym leader, dag je uit. Moet jij bent de Team Rocket leader en je lijkt hier op een Chinees. Haha, racistisch. Ik kan best wel racistisch overkomen, ja. Ben ik racistisch? Nee. Dan moet je maar van mij aannemen. Heb ik er bewijs voor? Nee, daar moet je het van mij aannemen. Nou is hij dood. Zie je? We gaan het gewoon een keer proberen. Kijk dan, hij is zo veel sterker. En daarom zei ik dat ze level 5 zijn. Want dan zo. Als ik het nu niet haal deze keer, dan ga ik de aflevering eindigen. En dan bij de volgende aflevering allemaal Pokémon van level 5. En dan ga ik na de pool fixen. En dan ga ik gewoon lekker in het gras eventjes overal Pokémon proberen te trainen. Tja, YOLO waterpolo. Fuck jou, Giovanni. Dit is denk ik wel de beste. Gods. 1 attack en ik ben dood. Maar hij is nu wel. Mooi. Nou heb ik 7 health. Oh, nee. Bijhoorn. Nee. Geen enkel probleem voor mij. Ja. En I'm out. Oh, ik heb nog een hold. En nog een queen. En nog een sparkle. Future sights. Ja, dan hebben we dus sowieso een attack in de toekomst. Wat heel handig kan zijn voor Queen bijvoorbeeld. Die ik nu Acid ga laten doen. Dat verder. Jammer. Jammer. Maar kijk, ik hoop dat eigenlijk die potion zou worden. Maar weet je wel, hello. Earthquake. Wow! Die wist ik niet. Die wist ik niet. Nee, dat ga ik nog meer doen. Bitch! Nice! Oh, dat was toch nog handig geweest. Earthquake. Giga Drain. Op jou is het alweer wat minder, hè? Acid. Bullet Seed. Nou ben ik er wel geweest, helaas. Dat is wel echt heel mooi dat denk ik heel random super goed ging.
Maar hij heeft niet eens effect op hem. Maakt niet eens uit. Ik ben al dood. Ik ben dood. Dood. Goedavond, oude Pokémon. Ja. Ja. Ik ben dood. We zijn dood, mensen. Oké. Okay. Zoals ik zei. Einde van de aflevering. Volgende aflevering is allemaal level 50. Gaan we nog iets. Weet je, dan gaan we de boel fixen. Vind je nou een leuke video? Geef dan vooral een blauw duimpje omhoog. Wil je meer zien van mij? Dan kan je onder mij abonneren. Dan zie ik jullie bij de volgende aflevering weer. Later.